Ja, hem is het gelukt. Stefan Vinken van de Sterrenparade in Oost-Eeklo. Voor zijn jubileum 5 jaar Sterrenparade had hij niemand minder dan Marianne Weber uitgenodigd. En wij waren erbij van Media One. We staan hier bij een heel charmante dame, een grote dame, letterlijk en figuurlijk, met andere woorden. Zij is de koningin van het Nederlandse levenslied, heel populair in Vlaanderen en Nederland. Ik zou zeggen, dames en heren, welkom Marianne Weber. Dankjewel. Even mijn toetie goed zitten. Zo. Doe maar op. Ja. Marianne, hoe voelt het aan om terug vandaag hier in Vlaanderen te zijn? Ja, ik vind het heel bijzonder om hier te zijn, want ik kom niet zo vaak hier. En wat me onmiddellijk opvalt is dat iedereen zoveel rustiger is en hoffelijker. En de sfeer is gewoon lekker relaxed hier. En het is op de dag, dat vind ik ook heel fijn. Ik ben zonder file hier naartoe kunnen rijden, dat is al een wilde. Het zonnetje schijnt en ik heb zin om te zingen. Ja, gaat goed. Ik kwam hier toe, ik zag een massa volk van voren, een horde fans van jou, nog nooit meegemaakt. Dus het zal ze beter wel een lekker feestje worden. Nou, dat verbaast mij. Ook dat verbaast mij. Want kijk, daar heb ik natuurlijk geen idee van. Ik luister veel muziek. En dan in Nederland kan je gelukkig tegenwoordig ook kiezen om naar het repertoire te luisteren waar ik graag naar luister en wat ik ook graag zing. Maar eigenlijk wat er dan hier allemaal gebeurt rondom mij, daar heb ik eigenlijk geen weet van. Ik weet wel dat de fans vanuit België naar Nederland komen om naar mijn optredens te gaan. Maar dat is een handje vol, dus ik heb er geen idee van. En dan hoor ik dit van jou en daarnet ook al in een interview en dan denk ik, weet je, dat ontgaat me bijna. Want ik moet je ook eerlijk vertellen dat het heel spannend is. Ik ga hier naartoe en dan denk ik, eigenlijk is het een beetje opnieuw beginnen. Want in Nederland weten mensen wel wat mijn repertoire is en wat ik doe en wat ik niet doe. Maar dat is hier toch heel anders. En ik dacht, ja, als ik nu aankom rijden, zal ik me toch eerst even voor moeten stellen wie ik ben. En dat viel me al mee dat dat niet zo was. Ik werd al gewenkt van, kom maar, hier kan je je auto parkeren. En ja, ik laat me verrassen zo meteen, maar ik ben verbaasd eigenlijk. Je kijkt er naar uit. Ja, sowieso. Ja. Kijk, het is altijd een uitdaging waar je ook komt. Of mensen nou wel of niet weten wie je bent. Ik probeer altijd de sterren uit de hemel te zingen. Dat wordt een beetje moeilijk bij daglicht. Maar ja, ik vind het nog steeds zo ontzettend fijn om mensen te overtuigen van de liefde voor mijn muziek. En ik weet ook dat er veel mensen binnen zijn. Die komen toch allemaal voor de klanken waarvan ze van tevoren weten waar ze komen, voor de muziek waarvan ze houden. En dan krijg je altijd zo'n gevoel van, wij houden van hetzelfde. En dat geeft me zo'n goed gevoel. België. Ja, België, fijn om hier te zijn. In ieder geval hele, hele aardige mensen. Dat heb ik in die korte periode dat ik hier nu ben, absoluut gemerkt. Antwerpen is een schitterende stad waar ik nog wel eens heel graag ga winkelen. Dat weet ik. Fans, Belgische fans uiteraard. Zo trouw, want al jaren volgt een groepje Belgische fans mij en die moeten daar heel ver voor rijden. Verder dan ik nu van huis hier naartoe ben gekomen, tot in de kop van Nederland. En zo trouw en altijd zo fatsoenlijk, nooit opdringerig. Weet je af, Dennis. Absoluut. Absoluut. Chocolade. Ik heb een gelukje. Ik lust het wel, maar het is niet zo dat ik er niet kan afblijven. Ja. Ik hoor altijd mensen, chocola, ik kan er niet afblijven. Nou, dat kan ik dus wel. Wiltura. Een van mijn favorieten. Ik ben zelfs naar een concert geweest van hem. Hij was ook een van de eerste Vlaamse artiesten waar ik een cd, nee, het was nog geen cd, het was een LP van kocht. Wauw, ik ken echt veel liedjes van hem en dan wel van vroeger. Echt een van mijn favorieten. Ja. Mooi. Eddie Wally. Ja, bijzonder mens. Echt een bijzonder mens. Ik kom hem nog wel eens tegen in Nederland. En ook hij, als een ander zo zou doen tegen mij, zoals Eddie zou doen, zou ik denken, mag het een beetje minder. Maar juist van hem, als hij naar mij toe komt en hij pakt mijn hand en hij kust hem. En dan, weet je, zo is Eddie. En dat hoort bij hem. En wat een bijzonder, bijzonder mens. Fijn. Jan Smit. Ja, een jongetje waar ik toen hij 9 was een duet mee heb gezongen. Toen hij echt nog, hij kwam tot ongeveer tot bij mijn heupen. En daarna heb ik nog een keer hetzelfde duet gedaan bij mijn 15-jarig jubileum. Toen was Jantje al Jan. En nog steeds, als ik hem zie, ik heb altijd in hem geloofd. En ik weet dat hij ook nog steeds een enorme fan van mij is. Leuk, ja. Leuk. 5 jaar Sterrenparade. Ja, bijzonder. Ik ben blij dat ik bij het jubileum mag zijn. Ik heb net begrepen dat dit het 5e jaar is. En dat eigenlijk de bedoeling was dat ik hier vorig jaar al had geweest. Of het jaar ervoor, en dat niet gelukt is.
En ja, ik ben reuze benieuwd. En op naar 10 jaar. Ja. Ahoy. Ja, groot. Ahoy. Vooral groot. Ja, vooral groot en bijzonder. Ja. Tineke Schouten heeft ook eens iets heel speciaals gedaan in haar theatershow. Een persiflage van jou. Ja, weet je, als je gepersifleerd wordt, dan ben je bekend. Dan moet je echt, die dingen zijn complimenten. Dan, er wordt op niemand een persiflage gedaan die Nederland niet kent. En toen dacht ik, wauw, ik was echt trots. Ze heeft me van tevoren ook gezegd. Want ik presenteerde toen een programma bij regionale omroep Utrecht. En zij werkte daar ook. Dus we hebben er van tevoren over gesproken. En ik heb het gezien, ik heb helemaal in een deuk gelegen. Ik ben een heel slecht reporter, Kim, maar één liedje van jou, De Regenboog. Ja, zo bijzonder. Een liedje waarvan 302.000 albums werden verkocht op de hit. En binnen, Frans en ik waren nog in Thailand om een special op te nemen. De plaat was net uit in Nederland. En wij landden in Nederland. En het liedje stond op nummer 1. Wij waren zo verbaasd. Ja, de laatste vraag, je hebt het net laten vallen. De laatste naam, niet 10 vragen, 11e vraag. Laatste vraag, Frans Bauer. Ja, een jongen die ik ook in de studio binnen heb zien komen als jong broekie. En hij zei toen heel netjes u tegen mij. Hij had zijn album opgenomen in dezelfde studio waar ik dat deed. En hij heeft toen zijn allereerste album aan mij overhandigd. En toen zei hij nog, mag ik deze aan u geven? Hij zegt natuurlijk gelukkig, inmiddels allang jij. En wij hebben een band voor het leven. En we zien elkaar soms weken, maanden niet. Maar er is iets tussen ons, er is een chemie tussen ons die ja, dat is niet te beschrijven. We bellen elkaar soms op hetzelfde moment en dan heb je elkaar maanden niet gesproken. En als er problemen zijn of fijne dingen, dan delen we die. En we komen altijd weer toch op een of andere manier bij elkaar. Ik zou zeggen, lieve Marian, heel hartelijk bedankt voor dit kort interview. Ik zou zeggen, ze beet vlieg erin en we kijken er naar uit. Misschien volgende keer terug in Vlaanderen, België, weet ik veel. In ieder geval, toi toi, hartelijk bedankt. Dank je voor dit leuke interview. Dank je wel.